In mijn actieve uh, periode heb ik een conflict gehad met een sponsor die handschoenen liet maken in Azië, waardoor de kwaliteit enorm inboette. En toen heb ik voor mezelf gekozen en gezegd: van ik doe dit niet langer. Ik ga wel mijn eigen handschoenen kopen en mijn eigen handschoenen laten vervaardigen, zodat ik in elk geval zeker weet dat ik de best mogelijke handschoenen op mijn handen heb. En zo is eigenlijk dit hele project begonnen. Nou ja, die naamsbekendheid werkt in elk geval in mijn voordeel wanneer ik met profkeepers ga praten over het dragen van mijn handschoenen. Je komt natuurlijk wel makkelijker binnen. En of ze nou met mij eens zijn of niet, ze weten wel dat ik verstand heb van hetgeen waar ik over praat. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je een duidelijke strategie hebt. Dat je mensen durft te vertellen wat jij verstaat. Dat je durft te vertellen, ik geloof in dit product omdat dat product dit voor jou kan doen. Maar daar houdt ook bij dat je tegen mensen durft te vertellen dat iets wat zij willen niet in jouw filosofie past en jij dat dus ook gewoon niet hebt. En dat betekent dan dus gewoon dat je een kleinere collectie beter kunt maken in plaats van een grotere collectie en alleen maar uitgebreider. Want daarmee heb je alleen maar meer keuze. Maar meer keuze betekent niet dat het beter is. Ik denk dat je heel dicht bij jezelf moet blijven. En dat is natuurlijk een cliché eerste klas. En dat, 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 dat is een mooi tegeltje. Ik snap het allemaal wel. Maar ik denk wel dat het zo is. Ik denk dat je, uh, je, uh, je, je, je je hebt iets in handen wat heel dichtbij je ligt, anders begin je daar niet mee. En als je dat hebt, dan ga je dat uitbouwen vanuit je eigen ideeën, vanuit je eigen ideologieën, vanuit je eigen uh, fantasieën, zou ik bijna willen zeggen. En dat je daar hulp bij nodig hebt, dat lijkt me heel duidelijk. Maar het mag nooit zo zijn dat het project of het idee eigenlijk uit je handen genomen wordt, omdat anderen daar ook geld aan willen verdienen. Anderen mogen met jou mee. Denken, met jou mee verdienen, daar is niks mis mee. Maar het moet wel uiteindelijk altijd jouw eigen ding blijven. Als het jouw eigen ding niet blijft, dan ga je vroeg of laat te veel concessies doen. Ach ja, waar ik mezelf als ondernemer zie, dat vind ik nog niet zo heel belangrijk. Uh, feit is wel dat ik over vijf jaar wil dat dit merk handschoenen een van de top drie handschoenenmerken in elk geval in dit land is. En liefst nog wel wat breder en wat verder weg. En uh, gezien de recente ontwikkelingen heb ik daar wel uh, behoorlijk vertrouwen in. ja.